Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Volgens de Extra is er sprake van een strijd tussen sommige medisch specialisten en de nieuwe CEO van het Curaçao Medical Center, Hans Kaczynski. Eerder deze week verklaarde internist Naouf Ayoubi in het parlement dat Kaczynski racistische uitlatingen over Arabieren zou hebben gedaan. Maar volgens de krant is er ook sprake van een strijd over het salaris van specialisten die zich willen vestigen in het nieuwe ziekenhuis. Volgens de Extra willen de specialisten meer verdienen dan nu wordt aangeboden door het ziekenhuis en staan de partijen daarover recht tegenover elkaar. Vertegenwoordigers van de regering, het bedrijfsleven en de vakbonden hebben gisteren een protocol getekend voor de oprichting van een instituut dat mensen op de arbeidsmarkt voorbereidt. Daarbij gaat het zowel om jongeren als volwassenen. Doel van het instituut is om de intrede in de arbeidsmarkt beter te laten aansluiten bij de behoeftes van het bedrijfsleven. Daarom wordt ook samengewerkt met het bedrijfsleven. Als voorbeeld werd bijvoorbeeld genoemd dat een bedrijf dat nu al weet volgend jaar grote we gaan willen bouwen, nu al kan vragen aan het instituut om te zorgen dat er dan voldoende schilders klaarstaan. Die kunnen vanaf nu dan al worden opgeleid. In het jaarrapport van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten staat te lezen dat de economische vooruitzichten voor beide landen nogal verschillen. Dat zegt ook de nieuwe president van de Centrale Bank, Bob Traa. Hij stelt dat Curaçao in een recessie zit en waarschijnlijk voorlopig ook nog blijft zitten. Dat is het gevolg van de problemen waar de Isra-raffinaderij mee te kampen heeft. Volgens Bob Traa verschuift de structuur van de economie op Curaçao geleidelijk van industrie naar toerisme, maar het vergt nog enige tijd om dat te kanaliseren. Meer dan een jaar geleden werd de bewegwijzering op Curaçao met speciale verf wit gemaakt. Dat zou moeten zorgen dat de bewegwijzering langer en beter zichtbaar was. Toch is er de afgelopen tijd veel geklaagd over de bewegwijzering. De Extra heeft verschillende foto's van werkzaamheden die gisteravond begonnen om te zorgen dat de bewegwijzering weer goed zichtbaar is. Een onderzoek van de Centrale Bank van Aruba heeft naar voren gebracht dat veel mensen op het eiland vinden dat de corruptie toeneemt. Tussen 2017 en 2018 zou er meer sprake zijn van corruptie. Daarbij gaat het niet alleen om politici, maar bijvoorbeeld ook over ambtenaren, sportloterijstichtingen en ministers met hun adviseurs. Daarbij worden parlementariërs en journalisten ook minder vertrouwd. Zo blijkt uit het onderzoek van de Centrale Bank van Aruba. Saba had gisteren last van tropische storm Dorian. Die is inmiddels uitgegroeid tot lichte orkaan. Gisteren was er op Saba sprake van veel regenval. En dat had weer tot gevolg dat er een weg moest worden gesloten vanwege vallende brokken rots. Ook moest een kinderopvang worden gesloten omdat er water naar binnen stroomde. Regen is flink gevallen op Saba, maar daarna weer allemaal weggespoeld. De schade lijkt mee te vallen. Spelers van de Little League Liga Pabau mochten gisteren op bezoek komen bij de ministerraad. Daar werden ze in het zonnetje gezet en bedankt voor hun mooie werk. Afgelopen week is er wereldwijd gekeken naar de verrichtingen van het Curaçaose team tijdens de Little League. En ze zijn vice wereldkampioen geworden. Namens alle andere ministers heeft minister-president Ruggenaat de spelers van harte bedankt voor hun inzet. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.